geen voetbal in de hoogste afdeling. Het weekend was gereserveerd voor inhaalmatchen in de lagere reeksen, waardoor dus tweede klasse Antwerp geen weekend bezinning was gegund na de pijnlijke thuisnederlaag van vorige week tegen Waasland-Beveren. Bart Willemsen en co. zouden vandaag proberen de laatste strohalm vast te grijpen waaraan ze zich toch nog tot in de eindronde zouden kunnen hijsen. Antwerp speelde uit bij Heist. Vorige week verkondigde Karel de Smet, met de nodige zin voor de betrekkelijkheid der dingen natuurlijk, dat Antwerp minder moest trachten Barcelona-voetbal na te streven, maar wel beter gewoon recht toe recht aan tweede klasse countervoetbal op de mat zou leggen. Hoe zag coach Willemsen dat? Dat is een beetje een ontgoocheling van Karel na de wedstrijd. Wij zijn in balbezit een ploeg die altijd zal voetballen. En in balverlies moeten wij met 11 werken. En dat is een beetje een ontgoocheling uitspraak. Daar gaan we niet verder bij stilstaan. Bart Willemsen schudt zijn elftal door elkaar. Blij, Ionescu en debutant Carvalho starten. En Antwerp start goed met een verraderlijke vrije trap van Dufour. Op de daaropvolgende hoekschop is de Heist-goalie kansloos op de kopbal van Fibel. De lat brengt redding voor Heist. Wanfor kopt de rebound over. Antwerp houdt vast aan het combinatievoetbal en dat levert kansen op. Mombongo met de rug naar doel. Zijn poging is bluspoeder. Antwerp resideert op de helft van Heist en een goal hangt in de lucht. Lambeau nipt naast. 0-0 is de stand bij rust. Ook na de pauze blijft Antwerp domineren. Fibel met de kans, maar scoren blijkt oh zo moeilijk. Dan toch ook eens Heist, vooral dankzij de Smet. Een kopbal van Özkan is verdienstelijk. Met nog een kwartier op de klok zet Fibel een stevige tackle in. Tjergi probeert nog te bemiddelen, maar de scheidsrechter is streng. Tweede geel en dus rood voor Fibel. De Fransman snapt er niets van. Vanaf dat moment moet Antwerpen het initiatief aan Heist laten. De Great Old lijkt stand te houden tot enkele minuten voor afluiten. Krabbeel strapt de bal voorbij de Fournier. Antwerpen slikt opnieuw een pijnlijke nederlaag. Ja, Barend Wilsen. Antwerpen zit even in de hoek waar de klappen vallen. Ja, ik denk dat dat duidelijk is. Je moet de wedstrijd gezien hebben. Hoe dat een wedstrijd kan lopen. Ja, en het probleem is, we scoren niet. Dat is gewoon het... Kijk naar ons doelpuntenaantal. Ik heb er ook geen oplossing voor. Ik heb er geen oplossing voor, sorry. We scoren moeilijk. Ik heb er eigenlijk niet veel woorden voor. Dat ik dacht dat je echt een minuut nog een goal tegenkrijgt. Op die manier, het is triestig. 0-9 is weer een bittere pil die we moeten slikken. Maar ja, we moeten vooruitkijken naar de volgende wedstrijd natuurlijk. Je raakt er een beetje moedeloos van, precies. Nee, moedeloos niet, maar het is, we kunnen niet meer doen vandaag. We hebben een goed gevoel bij de ploeg. En je ziet met de rust ook dat er terug een ploeg op het veld staat die voor elkaar iets wil doen. En ja, dan op deze manier geven we het uit handen. Dat is pijnlijk.